Mag ik dan vragen onze eerste gast bij me te komen op het podium? Wil je op de bank zitten, Eva? Wat je wilt. Volgens mij, zal ik nou zeggen burgemeester van der Laan of zal ik zeggen Eberhard? Eberhard. Eberhard? Oké. Okay. Even belet vragen. Ja. Welkom. Volgens mij heeft Amsterdam last van het eigen succes. Nee, maar Amsterdam kan wel last van het eigen succes krijgen als het niet goed zich realiseert wat het allemaal met zich brengt. Maar zover is het volgens mij nog niet. Nee, nog niet? Nee, want je moet... Ja, ik weet niet hoe het met jouw korte termijn geheugen zit, maar nog maar 5 jaar geleden was iedereen hier tamelijk pessimistisch over de crisis. En als je dan ziet dat het goed gaat met de stad, zeker relatief, dan moet je niet beginnen met zeggen van er is een groot probleem, want het gaat goed. Dat moet dan ook in balans staan, net als de inhoudelijke discussie. Gaat om het vinden van een balans. Laat ik je een citaat voorlezen uit The Guardian van vandaag. Dat is een man die uit Londen is vertrokken omdat hij zich verdreven voelt. I am not a Londoner anymore. I quit last year or went into recovery. I now live with my family in Brighton, which is a coastal enclave of pseudo-London urbanity. A place where former addicts of megacity life wean themselves clean. Metropolitan methadone. Departure was involuntary. The London we loved turned its back on us before we decided to leave. Ik vraag me af, als je ziet het succes dat Amsterdam nu heeft. Iedereen wil naar de stad om te werken, om een partner te vinden, om een huis te vinden. En al die dingen zijn misschien onder druk om te parkeren. Laten we daar even heel kort over hebben. Dat succes leidt tot zo'n druk. En ik vraag me af of een eigenlijk fysiek kleine stad als Amsterdam dat aan kan. Nee, dat kan Amsterdam niet aan. Mag ik even op je Engelsman reageren? Ja. Want ik ben eigenlijk een enorm fan van Londen. Ik vond Londen vroeger een geweldige stad. Maar wat hij beschrijft, dat weten alle Londenfans, dat is een enorm probleem. Er zijn complete wijken in Londen waar geen woning meer staat, uitsluitend hotels. De vastgoedprijzen zijn krankzinnig, al zeker 5 jaar, maar wel 10 jaar, krankzinnig gestegen. Een gewone Londener kan er niet wonen. En wie daar nog wel werkt, die heeft elke dag 2 uur reistijd heen en terug, zoals hij. Dus bij Londen is misgegaan. Alleen het is nog steeds wel een fantastische stad. En ik hoop dat Londen ooit weer een stad voor de Londenaren wordt. Maar laat het een lesje zijn voor Amsterdam. En dat bedoel jij denk ik ook. Wij zijn dat nog lang niet. Londen is alles 10 keer zo groot als in Amsterdam. Mm-hmm. Maar als wij nu zien wat we van die groei willen houden en wat we niet willen, dan kunnen we misschien met elkaar daar een goede balans in vinden. Kun je me een idee geven wat je wel en niet wilt houden? Nou, het college heeft... ik praat hier natuurlijk... ik heet dan nu Eberhard, maar ik ben ook nog burgemeester van het stadsbestuur. Dat wist ik. Oké. Nee, dat wist je, want jij gaf mij de keus. Maar... het college, de coalitiepartijen, eigenlijk de hele gemeenteraad, heeft balans wel op zijn eigen agenda gezet. Sorry voor het jargon. En dat betekent dat iedereen wel ziet dat er ontwikkelingen zijn die de Amsterdammers niet leuk vinden. En ik ben er, misschien vind je het eigenwijs, maar ik was zelf wel een van de eerste die het op de agenda zet. Omdat ik namelijk, toen ik net burgemeester was, net minister was geweest van krimpgebieden. Dus ik kwam echt met recente kennis, daar geneer ik me nog altijd voor, over hoe slecht het is in sommige gebieden. Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld is een krimpgebied. Mm-hmm. Je hebt het niet alleen over Delfzijl en Heerlen en Sluis. En ik zag meteen, of ik wist het eigenlijk ook wel eens Amsterdam, hoe goed het met Amsterdam gaat. En dan dat jouw eerste vraag daar zei, van laten we voorzichtig zijn en wel ons bewust zijn van de gevaren van het succes. Maar het ook niet meteen overboord gooien, want je moet er ook je voordeel mee doen. Maar tegelijk zag ik dat als je de dingen zou extrapoleren, dat hier, ja, wat in Londen gebeurd is, maar niet alleen in Londen, dat kan ons ook overkomen. En dat het, de allereerste die het zien zijn Amsterdammers zelf. Die zeggen van, ik heb een vriendje die woont in een, ik zal het niet te persoonlijk maken, maar die woont midden in het centrum. Dat is ongeveer de meest relaxte man die ik ken. En die loopt al een jaar of 10, 15
dat hij zegt, ja, verdomme, vroeger had ik nog januari, februari, maart, dat ik me hier thuis voelde. En dat is zelfs, dat is nu ook weg. En hij is het tegendeel van een hypochonder of een... maar de druk is heel hoog. De bierfiets, nou ja, noem het allemaal op. Ik heb de petitie getekend. Ja, het zou best kunnen dat hij hem heeft ontworpen. Ja, maar zo gaan die dingen als je niet zuinig bent op je stad. Ja. Een van de, zeker sinds het verschijnen van het boek van Piketty, is een van de terugkerende thema's over ongelijkheid in de stad, het verschil tussen rijk en arm. Maar het verschil tussen rijk en arm is er altijd geweest. Het verschil tussen hoge en lage klassen is er ook altijd geweest. Toch vraag ik me af of er niet een moment ontstaat waarop de balans zo kentert dat de stabiliteit van de samenleving in gevaar komt. 20% van de Amsterdammers leeft in armoede, volgens de staat van de stad, dat onlangs in de stad Schouwburg werd gepresenteerd. De Wereldbank, IMF, OESO hebben allemaal rapporten uitgebracht waarin ze wijzen op de gevaren juist voor de maatschappelijke stabiliteit van ongelijkheid. En Martin Wolf in de Financial Times, echt een geweldige commentator, schreef laatst: "The greatest cost to society of rising inequality are the erosion of the Republican ideal of shared citizenship." En juist die shared citizenship is iets wat jij volgens mij hoog in het vaandel hebt staan. Maar kan er ook in Amsterdam een moment komen dat mensen afhaken? Daar ga ik het straks ook met Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau over hebben. Ja, dat kan altijd. Daar mag je niet stellig over zijn. Of het is iets wat we met z'n allen steeds weer moeten veroveren. Maar het zit wel heel diep in de genen van Amsterdam, hè? Ik zal niet te veel uit de toespraak citeren. Maar het is voor mij wel een vast nummer. Nee, maar omdat ik het ontzettend geloof dat... Dan roep ik van Amsterdam is een stad waar je geen kathedralen vindt of paleizen. Op eentje na, maar die is gebouwd als stadhuis. En daar verder vanavond maar liever niet over. Maar je vindt er wel 8000 koopmanshuizen. Dus Amsterdam is bij uitstek een stad. Buitenlanders herkennen dat ook. En zeker mensen die zich erin verdiepen. Dat het de stad is van de Amsterdammers zelf. En die hebben al vroeg geleerd dat ze voor hun eigen welvaart mochten opkomen. Maar tegelijk dat ze wel achterom moesten kijken. Amsterdam heeft een heel vroeg systeem van armenbedeling en wezenopvang en al die dingen. Kijk in de binnenstad naar al die monumenten. Voor een groot deel zijn dat soort huizen. En dat zit zo diep in de stad. Ik ben niet bang dat als dat een tijdje wordt verwaarloosd, wat natuurlijk niet mag, maar dat het dan meteen weg zou zijn. Alleen je moet het spreekt allemaal niet voor zich. Maar het is wel heel erg Amsterdams, zei ik chauvinistisch. Maar ik geloof dat ook echt. In jouw positie mag dat. Het wordt zelfs een beetje van me verwacht. Oh. Dat is, als ik ging zeggen, ja, nee, maar dat is in Rotterdam allemaal veel beter. Dat is, we kijken wat er dan gebeurt. Met de zelfstandige. Ik weet niet of er pers in de zaal zit, maar dit heb ik niet gehoord. Nee, ik bedoel de zelfstandige Amsterdammer die zichzelf regeert. Die pikt dat niet van een burgemeester, dat hij niet chauvinistisch is. Ja. Ik wil ook graag je een citaat voorleggen uit het manifest van Ewald Engelen, waar ik het ook met hem straks over zal hebben. Ik heb het zelfs gelezen. Mooi stuk, hè? Ja, maar er staan ook een paar dingen waar ik het niet mee eens ben. Maar vertel me dat eerst, dan kom sorry, ik met mijn citaat. Ik wacht braaf op jouw vraag. Oké, de vraag was, Engelen schrijft, de burgemeester van een grote stad in een hooginkomensland, dat zijn wij natuurlijk, is de hoge priester geworden van een nieuw, gewichtsloos, postnationaal, cosmopolitisch kapitalisme. Dan vind je het heel raar dat ik het daar niet mee eens ben. Ik wou vragen, herken je je daarin? Sorry, burgemeester van een flitskapitaal? Nee, totaal niet. En die lijst die later niet bleek te bestaan, daar stond ik ook op. En ik had dus eigenlijk een appeltje met hem te schillen, maar hij zit aan het eind van het programma. Dus hij kan mij te grazen nemen zonder dat ik hem terug kan... maar ik vind dat grote onzin. Dat gaat ook in tegen dat verhaal wat ik nu zeg. Wat ik heel goed vind in zijn boek ook en ook in het pamflet, is dat hij oog heeft voor dat als je niet eigenlijk elke dag weer bewust omgaat met je eigen stad, hè, wij allemaal als Amsterdammers, dat dan internationale dingen, zoals wat er met de banken gebeurt, de financiële sector, je uit elkaar kunnen spelen. Of nog erger. Maar het fijne van deze stad is dat bijna iedereen, voor zover hij ermee bezig is, daar
graag tegenin gaat, daar graag aan werkt. En als hij er niet mee bezig is, omdat hij andere dingen heeft, als het stadsbestuur of anderen het laten afweten, dan komen ze toch uiteindelijk allemaal om te zeggen, sorry, dat willen wij niet. Het zit niet in deze stad om zich over te geven aan het internationale kapitaal of die concurrentiestrijd waar hij het hoofd heeft tussen de steden. Er is al iets aan de hand met internationalisering. Vind je het goed dat ik daar wel... Wat ik vind dat je wel moet doen. Wij zijn... Amsterdam stelt wel iets voor, maar ook weer niet zo heel erg veel internationaal. Maar nou is het, zeggen economen al een tijd, dat de 2025 sterke economische regio's in Europa, dat je daar een concentratietendens zult zien tot 4 of 5. En dan vind ik dat wij als Amsterdammers moeten zeggen, ja sorry, wij met onze fantastische ligging in Europa, onze internationalisme, dat we allemaal Engels denken te spreken. Schiphol, het is 400-500 jaar geschiedenis van erop uit. Wij moeten een van die 4-5 gebieden durven zijn. En dan, dat is niet plat concurreren met andere steden, maar dat is een nadenken over je toekomst en denken, wat zijn mijn kansen reëel wel en niet? En wat is de prijs om mee te doen in die concurrentie die het dan kan worden? En dan ben ik heel optimistisch dat Amsterdam een eind kan komen zonder dat het, niet alleen zonder dat het zijn waarde op het spel zet, maar ik denk dat dit past eerder in de Amsterdamse traditie. Want we doen dat met achterom kijken. En ik vlieg me suf voor deze stad als het gaat om China, India, ook onze oude partners, natuurlijk de Koreanen, Japanners, Amerikanen, noem maar op. En dan, ik kan heel slecht tegen vliegen, want ik heb een zeer gebrekkige rug. En dan denk ik, waarvoor doe ik dit eigenlijk? En dan denk ik op een gegeven moment, nou dat doe je, omdat Amsterdam die toegangspoort wil zijn. Bovendien haal je niet alleen wufte bedrijven binnen, maar ook altijd mensen die in de catering, de beveiliging, schoonmaken en alles werken. Het is gewoon goed voor de stad, tenzij er een te hoge prijs voor betaald wordt. Zoals waar je daar straks over begon met die balans. Je ziet die prijs in de woningmarkt. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Je ziet genoeg, ik denk dat er zat panden in Amsterdam aan te wijzen zijn waar iemand voor €300 in een sociale huurwoning woont. Daarboven iemand voor het vijfvoudige in de vrije sector, al dan niet in de onderverhuur. En daarboven een expat die misschien voor nog een keer dubbele een plekje in de stad met moeite heeft gevonden. De druk wordt zo groot op de woningmarkt dat de rechtvaardigheid onder druk komt te staan, is mijn stelling. Ja. Wat vind jij? Nou, dat ben ik het met je eens. En je praat hier met iemand, ik ben ooit actief geworden in de politiek, juist vanuit issues van stadsvernieuwing en volkshuisvesting. Dat was ook in die tijd, ik noem je even Jan Schaefer, Joop den Uyl. Het ging natuurlijk om onderwijs altijd, maar het ging ook altijd over wonen en arbeid en arbeidsomstandigheden. En ik vind het heel belangrijk voor de ontwikkeling van een stad, dat iedereen overal kan wonen. Ik heb een tijdje in de gemeenteraad gezeten, misschien weet je dat ook zelf. Dus niet als burgemeester, maar als raadslid. En ik had, nou ik wil niet zeggen wekelijks ruzie met sommigen, maar er waren mensen die zeiden, jullie zijn gek, je bouwt één woning rond het Vondelpark of op de Nieuwmarkt. En voor dat geld kun je er twee bouwen in Sloten. Jullie zijn gek. Ik zei, ja, maar heb je wel eens bedacht dat deze stad tot stand gekomen is? Dat is, ja, je betaalt meer voor een sociale woning aan de Overtoom of op de Nieuwmarkt. Maar daarom is dit zo'n fijne stad. Nou, dat staat natuurlijk gigantisch onder druk. Überhaupt is de hele sociale woningsector is er ongeveer aangegaan. Maar wat we nog hebben, daar moeten we dus voorzichtig mee zijn. Daar kun jij als burgemeester zelfs van de hoofdstad weinig invloed op uitoefenen, meen ik. Nou, te meer daar ik burgemeester ben en als ik hier de stellige uitspraken over doe, dan komt er binnen 0,2 nanoseconden iemand binnen die zegt, hey, u bent benoemd. In plaats van rechtstreeks gekozen. Dus je moet als burgemeester echt ook nog voorzichtig zijn met het te zeggen, maar het gaat me echt aan het hart. Dus eigenlijk zou je van PvdA over moeten naar D66? Om wat te doen? Om dan benoemd te kunnen worden, om dan vrijuit te kunnen spreken. Ja, maar volgens mij maak jij nu een ontzettende fout. Gekozen. Want dan zou ik voor een programma staan dat daar minder problemen mee heeft. Dus dan is van de regen in de drup. Ik ben natuurlijk nu alweer de bocht uitgevlogen. Maar je deed het wel clever. We hadden laatst een bijeenkomst in de stad Schouwburg, de staat van de stad, waar loco-burgemeester Ollengren optrad, ook wethouder van Economische Zaken.
En ze zei iets wat me echt is bijgebleven, wat me echt tot nadenken heeft aangezet. Ongelijkheid is op zichzelf niet onrechtvaardig, maar ongelijkheid in kansen is dat wel. Ongelijkheid is niet hetzelfde als oneerlijk. Misschien heeft dit met jouw Amerikaanse achtergrond te maken, maar dat is een oeroude discussie. Joop den Uyl die zei, ja, het gaat niet om gelijkheid, maar om gelijkwaardigheid. Nou, dan had je minstens 2 congressen voor nodig voordat dat weer gladgestreken was. maar dat is wat Kajsa bedoelt, is dat je doel niet is om allemaal gelijk te zijn, of hetzelfde, maar dat iedereen gelijkwaardig is. De een heeft andere talenten, de andere... Ja, je hebt zoveel dingen waarin je kan verschillen zonder dat het er iets toe doet. Het wordt vervelend als die verschillen die er van nature zijn er iets toe gaan doen. Ik heb het ook niet over gelijkwaardigheid, maar over gelijke kansen. En in dit verband zou ik even kort een strip willen laten zien van de Amerikaanse tekenaar Toby Morris. Dan moet ik jou vragen mee achterom te kijken, Eberhard. Het heet On a Plate. En je ziet 2 jonge mensen echt vanaf hun... kind zijn. Overigens is de hele strip op onze sites na te zien in de blog over dubbeltjes en kwartjes. En dan zie je gaandeweg hoe dat jongetje zich ontwikkelt. Hij krijgt alle kansen en zij geen. En dan op de tweede sheet, dan zie je aan het einde zegt hij, I'm sick of people asking for handouts. No one ever handed anything to me on a plate. Terwijl dat meisje, die geen kansen heeft gehad en ook niet, die dus ook niet heeft kunnen grijpen, hem juist een bord met oesters of koekjes aanreikt. Dus ik vraag me af, in de sociale wetenschappen gaat al lang het geluid op dat je kansen bepaald worden door je omgeving, de cultuur, de netwerken van je ouders en steeds minder door bijvoorbeeld beleid. Ik ga je van de haak halen. In het essay van Rutger Bregman en Jesse Frederiks, waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers, citeren ze een Amerikaanse econoom, Gregory Clark. Die heeft uitgevonden dat als je een achternaam deelt met een van de Normandiërs die Engeland veroverden in de 11e eeuw, je nog steeds nu 25 meer kans hebt om aan Cambridge of Oxford te studeren. Dan wie? Dan iemand die niet van de Normandiërs afstamt. Oké. En dat is natuurlijk een soort overerfd voordeel waar geen beleid tegen op te maken valt. In hoeverre maken we ons wijs dat je met beleid dit soort diepgewortelde ongelijkheid glad kunt strijken? Ik snap en erken natuurlijk dat er verschillen zijn die voordelen met zich brengen en nadelen met zich brengen. Maar ik zou betwisten willen dat je daar met beleid, hoewel ik dat een rotwoord vind, maar dat je daar samenleving niks aan kan doen. En ik heb een heel flauw, ik hoop niet dat je het een trucje vindt, maar als je, ik heb het namelijk wel eens gedaan in een zaal waar ging iedereen lekker tekeer tegen het onderwijs. Terwijl ik meen te weten dat het Nederlandse onderwijs nou niet van het allerberoerdste soort is. Maar goed, toen zei ik tegen de zaal, dat ging dus over emancipatie en vooruitgang. Ik zeg, de mensen wie er grootouders op de universiteit gezeten hebben, even een hand opsteken. Dan gaan er een paar handen omhoog. Willen de mensen van wie de ouders op de universiteit gezeten? Laten we het hier proberen. Zullen we het doen? Ja, grootouders. Nou, ben je met me eens dat je maximaal 15 handen ziet? 10, 15 handen? Ja. Ouders. En wie van jullie zelf heeft op de universiteit gezeten? Kijk, is er dan geen vooruitgang, Tracy Metz? Dat is niet persoonlijk, hè? Wat is gebleven van je? Oh, Ewald Engelen weer. Ewald Engelen, het diploma is gedeven. Dat zou ik me niet laten zeggen, zaal. Maar is dat aan beleid te danken? Nee, dat is natuurlijk... Ja, wat is beleid? Ik vind beleid een rot woord. Ik zal nog 1 keer de naam noemen. Ik heb van Jan Scheven geleerd, fantastische zin. Is dit beleid of hebben we erover nagedacht? Dat vind ik echt... Dat zijn namelijk 2 verschillende dingen. Absoluut. Ik heb een ontzettende allergie voor het woord beleid. Ja. Zeker omdat het veel hoger gewaardeerd wordt in de kringen van het stadhuis dan uitvoering. Dat volgens mij voor burgers andersom is. Oké, dat was mijn persoonlijke gram. Maar dat is natuurlijk wel mede te danken aan beleid. Er is een samenleving die zegt,
We willen dat mensen goede kansen hebben in het onderwijs. En we willen dat iedereen een beetje hetzelfde verdient en schone lucht en noem maar op heeft. En dan kom je ergens. Misschien mag ik... Ja, sorry, ik wil niet te veel aan het woord zijn. Daar heb ik je voor gevraagd. Nou, dan wil ik graag één ding zeggen. Bij dat reizen voor Amsterdam kom je dus in allemaal continenten. En misschien dat mensen dit heimwee gaan noemen wat ik nu zeg. Maar dan, ik eer de Brazilianen voor wat ze met de commodities doen, de grondstoffen, en de Chinezen voor investeren. De Indiërs voor wat ze doen met de IT-servicing, die geweldig is. Maar na een paar dagen denk ik, ja, maar verdomme, wij stoppen dus geen journalisten in de gevangenis. Wij hebben onafhankelijke rechters. Er zwemt hier weer zalm in de Rijn en in het IJ. Mijn kinderen weten niet eens wat zuurdeeg is. Nou, de oudjes hier, we waren daar knap bang voor in de jaren 80. We verdienen nog steeds 10 keer zoveel gemiddeld, hè, per hoofd van de bevolking. De verschillen zijn niet klein. Hoe lang wil je eigenlijk doorgaan? Waarom heeft Europa eigenlijk zo weinig zelfvertrouwen? Waarom hebben wij zo weinig zelfvertrouwen? En dat is niet omdat het uit de lucht kwam vallen, maar omdat daar door onze voorouders generaties lang voor gevocht is. Dus ja, je kan niets doen. Anders zou jij ook dit programma niet doen als je dat niet zelf geloofde, trouwens. Zo is het. Ja. Laten we tot slot kijken naar een heel kort fragment van het gesprek met Enrique Peñalosa, die overigens een grote fan van deze stad is. One of your main points as the mayor of Bogotá was the role of transportation in making your city more just. And that includes bicycles, but I know that the bus rapid transit system was one of your most important agendas. Yes, transportation has a lot to do with justice and equality, because it has to do with the distribution of road space. Road space is probably the most valuable resource, physical resource, a city has. We could find oil or diamonds under a city, and it would not be as valuable as road space. The question is how to distribute that road space between pedestrians, bicyclists, public transport, and cars. And in developing countries, which are so unjust, of course, the minority who are car owners, they feel they are more important, of a higher class than other citizens. So it is a prowess. It's very difficult just to get cars off the sidewalks. To get sidewalks is already difficult. I was almost impeached for getting tens of thousands of cars off sidewalks. Then to make space for bicyclists, I think to have a protected bikeway is not a cute architectural feature. It is a right. Nou, Nederland als voorbeeld, Amsterdam ook. Maar hij zegt, ruimte op de weg is nog waardevoller dan de olie of de diamanten die je misschien zelfs ooit onder die weg zou kunnen vinden. Iedereen merkt dat Amsterdam steeds drukker wordt met toeristen, maar ook wij allemaal die allemaal ineens heel veel meer fietsen schijnen te hebben dan vroeger. Ik snap niet hoe dat komt. De druk op de ruimte wordt heel groot. Tegelijkertijd ervaren we ook ruimtelijke segregatie. Sommige wijken zijn gekleurd, daar wonen mensen met minder geld, met een andere etnische achtergrond, andere taalsituatie. En in het centrum is het een enclave van privilege. Kunnen we daar wat aan doen? Krijgen we Amsterdam weer tot de gemengde stad die het misschien ooit is geweest? Nou, ik vind Amsterdam nog steeds een gemengde stad. Ja? We hebben, ik ken het getal niet, maar ik dacht iets van dik over de 60% sociale woningbouw die redelijk nog is verdeeld. Natuurlijk zie je wel binnen de ring, buiten de ring. Je hebt het de laatste 10, 20 jaar wel zien toenemen. Maar ik vind dat we het probleem wel moeten stellen, maar wel precies moeten zijn. Anders zie je ook niet wat je goed hebt gedaan in de geschiedenis. En dan kun je het ook niet verdedigen. Want het staat natuurlijk wel onder druk. Ik kwam gisteren thuis, er stond op de Herengracht overal foldertjes. Dat is de Amstwoning. Bed and breakfast, bel ons. En men is nu heel actief bezig ook. Iedereen die nog wat ruimte heeft om die te bewegen, daar bed and breakfast van te maken. Ja, dat is die balans toerisme-inwoners. Die raakt gewoon
uit het lood. En ik vind ook wat wonen betreft, ik ben wel voor dat, dat vertelde ik, dat, er dus, dat Amsterdam gaat groeien. Maar ik heb zeggen wel eens bij, een beetje retorisch, je mag niet één spriet groen of een druppel water aan offeren. Wij moeten gewoon op die plekken waar dat kan en waar, waar het echt kan, de lucht in. Bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord heb je hele stukken waar het, die volgens mij mooier zouden worden als we daar hoger zouden gaan dan we plegen te doen. Ik weet niet of je wel eens in Rotterdam komt, maar ik vind bepaalde dingen in Rotterdam gewoon mooi. En ik ken stukken Amsterdam die dat beter zouden hebben dan, dan onze traditionele Amsterdamse lage hoogbouw. Dus je moet bouwen, genoeg bouwen. Je moet zorgen dat de toeristen niet de stad overnemen. Je moet grip houden op de woningmarkt. Dus ik vind ook echt, je weet dat ik minister van Wonen ben geweest. En ik heb flink ruzie met de woningcorporaties gemaakt, omdat die allemaal wilde dingen deden. Veel geld kwijtraakte. En ik vind dat ze voor hun kerntaak moeten opkomen. Dus dat is bouwen voor mensen met de mindere inkomens. Nou krijg je in dit land ruzie of de grens bij 40.000 ligt of bij 37.000 euro. Nou ja, die ruzie vind ik niet eens zo heel interessant als je dat maar ongeveer doet. Dus Tracy, ik ben daar niet pessimistisch over. Tenzij we het opgeven of zeggen, het doet er allemaal niet toe. Maar ik geloof dat Amsterdam de laatste stad is die het op gaat geven of gaat zeggen, het doet er niet toe. Dus ik ben wel optimistisch. En misschien mag ik één ding tegen Ewald zeggen, want ik heb de pamflet gelezen en daar ben ik eigenlijk grotendeels mee eens. Dus mijn probleem zit er meer in dat je altijd de vijand nodig hebt om je punt te maken. Ook als die vijand je partner kan zijn. Even kop van jut. Nee, maar wat Ewald doet een geweldig interessante suggestie. Hij zegt, maak een grondbelasting, zodat de winsten van al die groei en al die investeringen die de stad doet, dat mensen die daarvan profiteren ook aan meebetalen. Geweldig idee. Bestaat in Amsterdam al 150 jaar en heet erfpacht. En dat wordt enorm aangevallen in de stad. Ik bedoel, mag ik als burgemeester nog maar nauwelijks iets over zeggen natuurlijk. Maar als je nou echt dit vindt, jongens, denk eens na over, er valt veel te verbeteren aan het erfpachtsysteem. En dat wil deze coalitie ook doen. Er zitten onredelijke prijsstijgingen in voor diegene van wie het contract afloopt. Dus ineens krijg je 50 jaar baf erbij. Daar zou ik ook gek van worden. Zeker als je vlak ervoor het huis gekocht hebt en je makelaar heeft dat niet goed uitgezocht. Dan word je gek. Maar het systeem als zodanig is een goed systeem dat helpt de stad meer een eenheid te laten zijn. En de winst van de investeringen van de samenleving ook een klein beetje weer terug te laten komen naar de samenleving. En dat kan je met belasting doen, maar dat kan je dus ook gewoon met erfpacht doen. Nou, als Amsterdam over dat soort dingen durft te praten, dus zowel maak ze beter, haal de grofheden eruit, als snap wel dat het de stad tot een eenheid houdt, dan komt het met dit stadje wel goed. Dank je wel. Dit is een stadje. Ja, heel mooi. Dank je wel. Ja.